hoewel hij pas 25 jaar oud is en 13 maanden bij AZ speelt, is Frederik Mitchen uitgegroeid tot sterkhouder van het elftal van John van der Brom. We spraken met hem over de start van de competitie, die voor hem een beetje stroef verliep. I think I started a little, I don't know if you're tired or something, but the first two, three games wasn't good enough for my side. I didn't think I had the conditional and the physical things ready enough. But lately, the last three games, it's been good. I felt good and I've had a lot of energy. Nu is daar de ruimte voor Mitchen en dan is het raak. En leidt AZ toch. Met zijn goal tegen Groningen onderstreepte Mitchen dat het goede gevoel bij hem weer helemaal terug is. En ondanks dat we doelpunten niet echt van hem gewend zijn, zouden we dat komend seizoen wel eens vaker kunnen zien. Of course, it's nice to get the first goal in the start of the season. So that was nice. And it's not that often that I score. So maybe I should do it more often this year. So we can climb even higher. Opgevangen Mitchen. Dan moet AZ misschien wel passen voor de counter. Maar Mitchen wint dat duel. Dat is een belangrijke actie. Dan was er nog niet zo heel lang geleden ook nog ander nieuws. Mitchen is namelijk vader geworden. Een levensveranderende gebeurtenis. Maar op het veld merkte hij daar niet zo heel veel van. I don't know if that changed me that much on the pitch. Of course, the life outside the pitch is a bit different. All you think about is her and her mother and in like a bubble and you want to make everything nice. But on the pitch, I'm not sure if that has been a change. Mitchen is in een relatief korte tijd dat hij bij de club is uitgegroeid tot zeer belangrijke speler. In het komend seizoen willen zich ook naast het veld laten zien. Yeah, hopefully I can go forward as a goes in the war and speaks on the pitch and try to help those young guys also. But that's up to everyone. We have to help each other and keep aiming higher for the team and finish in the top three also this year.